Goedemorgen, beste abonnees, beste kijkers. Nou, het is dag 4. Even een pak koffie. Ik heb vannacht heerlijk geslapen. Het heeft wel de hele nacht geregend. En het is ook behoorlijk afgekoeld. Het is nu een graad of 12. Dus ik heb even wat extra kleding aangedaan voor straks op de boot hoor. Want mijn rit gaat richting Stockholm. En ik zag op de buienradar dat de omgeving Stockholm ook nog wat regen zit. Dus maar goed, dat ga ik zien. Ik heb nog geen ontbijt gehad, want ze hebben hier geen broodjeservice. Dus ik pak straks even een winkel. Het is een eindje verderop zit nog een winkel, een Lidl. Misschien hebben ze daar nog iets om te nuttigen, een paar broodjes. En dan ga ik dan weer rustig richting Stockholm. Ik heb daar al een camping gevonden op internet, in de omgeving. Maar ik wil eigenlijk dan morgen even wat in Stockholm kijken en dan doorrijden naar Uppsala. Maar goed, zover is het nog niet. Eerst deze dag afronden. Dat zijn vandaag weer de nodige snelwegkilometers. Morgen. Dat zijn de nodige snelwegkilometers. Het is nog iets van 380 kilometer. Tot net voor Stockholm op de camping. Dat gaat zien. Nou, het waait nog redelijk. Ik weet niet of je het zien kunt in die bomen. Die bomen daar, dat is veel wind. Het klaart daar in de verte wel ietsjes op, maar het blijft nog een beetje. Het blijft een beetje bewolkt vandaag, heb ik begrepen. Maar goed. Dus ik ga nu eerst eens even de boel opruimen en dan inpakken. En dan ga ik mijn pad vervolgen en dan spreek ik jullie straks weer op de motor. Tot straks. Goed, goedemorgen. Ja, nogmaals. Nou, ik heb net even betaald bij de receptie. 385 Zweedse kronen. De 100 kronen is ongeveer 8 euro. Dus dat zal zo'n beetje rond 28, 28 euro of zoiets zijn. Goed, ik ga even bij een winkel langs voor een broodje, voor een ontbijtje. Dat heb ik nog niet gehad. Dus ik ga even kijken wat er bij de Lidl is. Een paar broodjes. En dan gaan we richting Stockholm. Dus laten we gaan. Doep, doep, doep. Zo, de boel allemaal weer netjes ingepakt. Al 16 kilometer. Ik kan natuurlijk ook even een stukje doorrijden. En dan tanken en dan eten. Laat ik dat maar doen. Dus de race gaat naar Stockholm. Goed. Oh, de andere kant al geboet. Nee. Zo kom ik er ook wel. Maar goed, daar is het meertje nog. Er moet nog een grotere meer in achter zitten. Dat zag ik op de kaart. Volgens mij, maar dan ook niet dat ik helemaal in de bonen ben. Nou, camping was gewoon leuk, eenvoudig. Nou, gisteravond heb ik nog bezoek gehad van iemand uit Brabant. Die had zelf ook Ducati gehad. Rijdt bij BMW. En heeft, hij heeft toch wel een. Oh. Zo, dat was hard. Ik heb geen oordoppen en die moet ik eerst in doen. Eerst even mijn oordoppen in.
Nee, ik had, wat ik al zei, iemand uit Brabant die was daar ook en, meegesproken. Een leuk gesprek gehad over motoren. Hij staat ook in de rallywereld. Dat was ook helemaal motor-minded. Nou ja, op een gegeven moment ging ik weer weg, want we hebben natuurlijk wel even voetbal gekeken. Ik ga toch wel even naar de Aldi. Oh, Lidl. Laat dat maar even doen. Nou, de camping is redelijk eenvoudig van opzet. Nee, ik ga benzine tanken. Ik ga wel eerst even de oordoppen in doen. Dat is wel even belangrijk. Eerst even de oordoppen in. Nou, een lammetje moet wel weten wat je wil. Ik ga gewoon aan de snelweg benzine tanken. Oordoppen weer in. Wat? Stop al. Vanochtend was het 380 km speed bij de camping net voor Stalholm. Straks eerst nog even brandstof tanken en een beetje eten. Net zo stijf in de botten. Even tanken, even met de shop nog iets te eten halen als het er is. En dan weer een kleine pauze nemen. Nou, benzine getankt in mijn warme toast. Lekker. Nou, zie je al die kruiden op mijn rijtje te wachten. Ze zien dat ik aan het eten ben. Het is nog wat. Er is ook eentje, hoe dichtbij. Oh, redelijk tam. Ik zie wel een stukje brood. De boog gaan kijken wat hij wil.
Oeh, dat is wel lekker, hè? Meer krijgen jullie niet, want ik heb mezelf ook eten. Bijzonder. Nou, dat was dan wel bijzonder met die kraaien. Uiteindelijk at er eentje uit mijn hand. Leuk, de birds. Goed, ga mijn reis weer vervolgen. Ik kreeg net koffie aangeboden van deze Duitse echtpaar. Ze kwamen van Lapland. Ze zeiden dat het was wel koud, mistig. Maar ja, goed, wat ik al eerder zei, het weer heb je niet, kan er niets veranderen. Het is zoals het is. Goed, wacht, ik ga weer. Alles weer vol, tank vol, buikje vol. En dan kilometers maken vandaag. Neem de broek nog weer goed doen. Want dat blijft ook altijd nog gepruts met die... De lengte van de pijpen. Ik heb te lange benen. Even gedag zeggen. De snelweg op. Bos, 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 sorry mijn bos. Af en toe van die open bekken waar het in de rijdigheid is. Nog niet zo lang geleden geregend, straat gewoon gaat. Ja, ben ik een stuk kouder hier hoor. 30 graden, dat is best wel. Mooi weer is er aan de rechterzijde, straks moet ik ook naar rechts afzetten. Hopelijk is daar een beetje meer warmte. Als je naar de Noordkaap wilt, dan gaat dan kun je alles verwachten. Goed voorbereid zijn. Ik heb niet zo goed voor mijn apparatuur, dus ik ga hem zo uitzetten en de wolven zetten we weer aan. Nou, ik sta hier bij een heel groot meer en ik heb, ik zal even mijn camera draaien.
met de regenkleding aan. Net voordat ik hier dus bij die meer kwam, begon het te regenen, dus ben ik eerder gestapt. Dus ik had mijn camera apparatuur, alles van de helm gehaald. Maar goed, ik was een plaatsje terug, dus die kant op, daar kwam ik weg. Dat is een hele grote toeristische plaats. Allemaal woningen zo tegen de bergtoppen aan. Op wat bergtoppen heuvels. Mooi gezicht. Het doet me een beetje denken aan Oostenrijk. Ja, dit meer, dit is het enige plekje wat nog een beetje mooi uitzicht heeft op het grote meer. Ik denk, ik ga er toch af. Ik wil er toch even een filmshot van maken. Dus vandaar. Ja, het is jammer van het weer. Maar goed, dat is, het is niet anders. Ik heb de regenkleding aan. Het is een graad of 12 inmiddels weer. Het was net ergens van 14, nu is het weer 12 graden. Hier staat de motor. Een mooie shot voor de meer. Eventueel nog. Zo. Ja, dus het is jammer, helaas. Maar goed, het weer hebben we niet in de hand, gelukkig maar. Nou, ik denk, ik moet er toch even af. Even een filmpje maken van dit meer. Het ligt ergens bij Jeunkeping, geloof ik. Maar goed, anders zet ik het er wel even onder. Het is wel een heel groot meer. Die loopt helemaal daar. Die loopt daar weg. Ja. Ik heb geen idee hoe groot het meer is, hoor. Maar het loopt helemaal die kant op. Goed, nou, ik sta weer op de motor, dus die is weer geen film te maken. Want het blijft regenen. Ik moet die kant op en daar is het nog steeds donker. Dus we gaan het zien. Nou, spreek jullie later weer. Hey. Hey, hallo beste abonnees, beste kijkers. Ja, ik ben aangekomen op een camping Bredan, vlakbij Stockholm. Het is wel een leuke camping, maar het is gewoon meer een camping als uitvalshoek naar de stad Stockholm toe. Want Stockholm is een paar kilometer verderop. Nou, voor vandaag heb ik gewoon een huisje genomen. Eens even kijken of ik het kan zien. Dat soort huisjes in de verte. En die van mij is helemaal achterin. Helemaal achterin, die daar. Zo gaat dat goed, zo die daar achter. Maar goed, zal laat straks wel even wat zien. Goed, nou, ik sta dus bij de ingang van de camping. Ik zal even het lens anders doen, omzetten. Zo, dat is beter. Nou goed, weer mooie gesteenten. Dat ben ik heel veel tegengekomen onderweg. Goed, nou, dit is dus de Bredan camping. Dit is de ingang. Daar is de receptie. Oh, dit zijn geen auto's. Daar ben ik weggekomen. Ik hoop dat het beeld een beetje goed blijft, want ja, het is een beetje schokkerig nu ik gewoon zo aan het lopen ben. Dit is de receptie, gemeld. Ik heb gevraagd om een huisje en ze hadden gelukkig nog een huisje vrij. Dit is Bredan Camping, Stockholm. Nou, dit is inderdaad, zoals ik al zei, de receptie. Dan heb je nog een shop daar en een restaurant. Nog wat camperplekken en caravans. Er staan wel veel campers. Trouwens, het eten in dit restaurant was perfect. Was goed. Ik heb een paar biertjes genuttigd. Nou goed, zoals je ziet, veel camperaars hier zo. Nou, ik zal even kort in het huisje laten zien. Goed.
goed, toiletgelegenheid met douche. Dat is altijd wel goed. Ik hoop dat het een beetje goed te zien is. Nou goed, een stapelbed. Nou ja, daar slaap ik dan maar voor vannacht. Er is nog een zithoek met een kook. Een koelkaas, dat soort keukentje. Koelkaas, magnetron. Dan hebben we nog een tv. Voor het geval dat ik nog voetbal wil kijken. Maar goed, ik heb niet zoveel behoefte aan nu. En dan zie je nog een tweepersoonsbed. Tweepersoonskamer. Tweepersoonsbed. Tweepersoonskamer. Een losse bedden. Twee losse bedden. Ja, de rit hier naartoe was alleen maar regenachtig. Veel regen. Van de 380 kilometer was het gewoon 300 kilometer regen. Dus ik heb mijn apparatuur, mijn camera-apparatuur maar opgeborgen. Want er zijn meer dagen dat ik wil filmen. Maar onderweg werd het landschap wel steeds mooier, vond ik voor mezelf. Naarmate ik dichter bij Stockholm kwam, werd het landschap wat heuvelachtiger en rotsachtiger. Dat zie je hier ook terug, zoals hier achter mij. Wel rotsen. Nou goed, ik heb net nog even wat in het huisje van kleding gewassen, maar dat moet natuurlijk ook. Dat is ook een beetje belangrijk om te doen. Je neemt natuurlijk als motorrijder niet zoveel kleding mee, je neemt geen 10 onderbroeken mee en weet ik allemaal wat. Dus dat is allemaal maar beperkt met de kleding. Maar goed, af en toe een keer wassen. Ach, en een keer 1 of 2 dagen in een t-shirt rondrijden, prima. Nou, het weer is nu weer, het spettert af en toe, maar het weer is toch redelijk aangenaam. Het is een graad of 18, ondanks dat het toch wel een sweater zit. Maar een stuk aangenamer als waar ik vanochtend vertrokken ben. Toen ik vertrokken was, was het 14 graden en in de regenbuien dan was het 13 graden. 12 graden, zoiets. Dat kon je echt vernemen, dat koelde behoorlijk af. Maar goed, uiteindelijk heb ik toch maar de regenpak aangetrokken. En dan heb ik ook de rest van de rit aangehouden tot deze Bredank camping naartoe. Ja, voor morgen. Nou, ik wil denk ik nog even naar Stockholm. Ik had eigenlijk de Hard Rock Café op mijn planning. Dus ik moet even kijken of ik daar een beetje fatsoenlijk kan parkeren. Want ik wil natuurlijk mijn motor met spullen niet onbeheerd achterlaten. En dan ga ik door richting Uppsala. En dan zie ik het alweer. En dan is het vanaf daar denk ik toch wel redelijk snel omhoog gaan. Ik heb nu in totaal iets van 1200 kilometer gereden in deze dagen. Maar goed, ik moet er nog 1700 voordat ik bij de Noordkaap ben. Dus dat is nog een hele rit. Maar goed. Morgen is er weer een dag en dan zie ik wel hoe de dag verloopt. Wat ik al eerder zei, ik heb geen haast. Ik wil genieten. Maar goed, op een gegeven moment moet je toch wel een beetje tempo erin houden. Nou, het rijden is hier gewoon super. De snelwegen zijn gewoon rustig. Ik bedoel, de enige drukte waar ik nu meegemaakt heb is hier bij Stockholm. En dan sluit ik deze dag af. En dan zie ik jullie morgen bij een volgende video. Hey, doei hè.